Wist je dat je in Minecraft officieel 5 blokken ver kan springen? Er is een manier om 5 blokken ver te springen. Wat interessant. Nou, hoe vind je de buiten de interieur een beetje jammer? Wel nice. Ik heb ja, toch? Ik heb het niet eens gezien. Oh, dat is grappig. Oh, je bedoelt de buitenkant van het ding? Ja. Het ziet gewoon uit als een huis. Het lijkt op een huis, maar het is geen huis. Maar het lijkt erop. En het wordt er ook een. We gaan van deze berg een vette villa maken, jongen. Ja, zeker. Ja. Ja, je moet dit even allemaal weghakken en van steen maken. Dat ziet er wat mooier uit. Ja, daar helpen plannen ja, mee. Ja, maar die deur kan er ook wel mooi uitzien. Wat? Een soort van natuur. Poer natuur. Dit? Natuur. Ja, nu nog niet hoor. Natuur. Maar je boompje moet wel verplaatst worden, want hij kan niet meer groeien. Ik wil wel dat het groeit. Nee, niet weghakken, niet weghakken. Verplaatsen gewoon. Een beetje naar beneden. Op zich is het ook leuk. Ja, het kan, dan moet je het in een bloempot doen. Nee. Jawel, want dat kan, toch? Kan dat? Nee, niet zo'n boompje volgens mij. Ik weet het niet, ik heb het niet geprobeerd. Kunnen we het proberen? Hoe maak je een bloempot? Bloempot, waar staat bloempot? Wacht, dan moet ik het even doen. Nee! Nee! Wat? Ik heb per ongeluk bottles gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Ja, moet ook steen, wacht even. Ja, hieronder ook. Hey, auw! Oh, we hebben 3 baksteentjes nodig. 3 hier ook. Ja. Yeah. Yeah. Oops. Zo, ja, is prima. Ja, kan wel naar beneden, dat is wel mooier. Zo, het ziet er al mooi uit hier. Zo. Dikke modelizing. Alleen oh, daaronder, ja. Oh, ja, daaronder zit nog. Zag ik. Oh, ik heb honger nodig. Oh. Ik heb honger. Nu kan ik niet meer hier plaatsen. Oh, dan moet ik het wel weer van steen maken. Vlees inleveren nu, we gaan eten kopen. Maken. Vlees inleveren. Ik moet eigenlijk boven op de berg komen. Hier kan ik wel anders maak ik hier, plaats ik hier wel even een crafting table, want dan kunnen we hier gewoon craften. Dan hoef ik hier niet helemaal naar boven te lopen ook. Ik heb een crafting table. Dan maak je dat gezamenlijk. Ja, dat kan ook. Heb je eten? Heb je vlees? En doen we even een kist en dan doe je dingen wat je niet nodig hebt en die kan je aan andere mensen geven. Is goed, maar ja, okay. Mag ik al jullie vlees even hebben? Ik heb niks. Mac? Ik maak even een iron pickaxe. Mac, vlees, Mac. Oh, ik heb ook precies nog 4 hout, dacht ik. Oh nee, ik heb niks. Oké, hier kunnen we tussendoor. Dan kun je in mijn... Heeft iemand 4 hout? Wat is er? Oh nee, wacht, ik heb wel 10 hout hier. Vlees, daar kan ik het voor je koken. Wat? Ik ben vlees aan het koken. Of vlees? Hé, om 15:15 ga je nu stoppen en dan ga je er afwachten. Hoezo? Amati. Wacht even. Amati. Ja. Heb jij wel vlees? Nee, ik heb al gebraden vlees. Oh. Wacht, maak je nog wel een andere oven ernaast. Sorry. Dan maak ik hier wel wat dingen bij. Wie heeft de honger? Ik heb nog een stukje vlees over. Ja, ik heb redelijk honger. Oké, hier heb je nog een oven. Goed zo. Maak even wat glas. Dan kunnen we dat ook gebruiken. Wacht, ik ga ook even... Ik heb nog glas en Jelmer heeft nog glas. Ja, ik heb nog heel veel glas. Daarom. Hey, Mac. Ik heb nog heel veel toortjes, dus ik ga van buiten toortjes maken. Wat denk jij dat je gaat doen met dat hout? Denk je nou echt dat je dat hout gaat verbranden? Nee, ik heb je wat kool gegeven. Hier heb je glas. Mac hier nog meer. En hier. Oh, jeumig. Nog meer. Thanks. Maar 8. Ik heb nog een beetje.
Ik heb niet meer dan dat. Daar. Daar. Nee, dat Mac. Oh, oké. Okay. Thanks. Asje. Oh ja, houten vloer. Dat is niet doen. Dat is mijn pickaxe. Dus je hebt de kool in gedaan? Ja. Oh, dang. Dat is beter. Want ja, mijn hout is nu wel weg. Die heb jij, maar dat maakt niet uit. Ja, ik heb een houten vloertje nodig. Oh, dat vind ik niet erg hoor. Dat moet ik gewoon pakken. Ah, nee. Ik heb denk ik niet genoeg hout voor mijn vloer. Ik heb zeker... Oh, wacht, dan kan ik een aansteker maken. Ik ga hout hakken. Dat is hout hakken. Oh, het regent buiten, jongens. Oeh, leuk. Gezellig. Hoe kan je dat... Ja, dat is wel gezellig. Dan zit je lekker binnen. Er zit gewoon één groot gat in de muur. Ja, dat heb ik gemaakt even. Hé, kijk, de vos. Een vos. Moet je kijken. Een vos. Nee, niemand? Oké. Okay. Nee, sorry. Sorry. Ik dacht van, kijk. Ja, wacht. Ik ben bezig. Ik weet niet waar die nu is. Ik ben niet aan het kijken. Oeh. Nee, kut. De boom heeft mijn hout gestolen. De boom heeft je hout gestolen? Ja, op de boom, maar ik kom er niet bij. Kom hier met je hout. Nee. Niet nog op andere blaadjes neerleggen, gewoon inleveren, ja? Ik ga Max boom verder slopen. Boom, ik heb van Max boom nog 2 extra blokjes hout gepakt. Lekker man. Zonder omhoog te bouwen. Want ik heb geen bouwblokken voor gezien. Ook gewoon bouwblokken, dat is Lego. Hallo. Ik ga elke boom maar voor de helft omkappen en dus laten hangen. Ik denk dat ik hier wel een stekje hout mee krijg. Anderhalf stek. Hey, wat ben je aan het doen? Ik hoor. Nee, jammer. Ik zit mijn basis een beetje verder te maken. Hey, you! What you doing, my boy? Waarom? Bob. Oh, nee, BB. BBI. Ik maak heeft iemand ijzer? Ik maak het niet eens af. Hoeveel heb je nodig? 3. 3? Is goed. Waarvoor heb je voor? Ijzer nodig? Laat ik zo zien. Oh. Mac, ben je? Mac, wat doe je? Nee. Mac, wat is dit? Ik wil één terug. Sorry. Oh. Wat is dit? Thanks. Dit kan echt niet. Laat je hier even heel gauw op 2 raampjes. Er zat hier steen, dat kan echt niet. Nee, dat snap ik. Dat had ik nog niet klaar. Ik zit ook eens van, nee, dat kan echt niet. Wordt niet toegestaan. Wat is... Hey, van wie is dit? Is dit van Mac? Hey, kerels, kom even naar mij. Dit is Squarover. Ik loop er net van weg. Het is niet Squarover. Ben je helemaal dom? Het is 12 over. Kom even naar... Oh ja, wacht. Kom even naar boven. Ja. Sorry, Leroy. Wat? Kom even naar mij. Moet ik ook komen? Ja, tuurlijk. Iedereen. We zijn maar met z'n 3, hoor. Ja, 3, hè? Ja, het is nog niet eens half de kwart over, Joe. Ik weet niet hoe dom je bent. Oh, dit is wel vet, zo'n grote baan. Ja, wacht, weet ik. Kijk, deze kant wonen eigenlijk. Voor jullie allebei hebben jullie er één. Oh, je weet niet welke foto je gaat maken. Ik had er niet echt nodig, maar dankjewel. Nou, je hebt er dan toch één. Ja, dat is altijd chill. Ik zit ook maar te klagen. Ja, ik zou niet klagen, want Mac is gul vandaag. Schapje. Het is wel zo. Maar oké. Ik klaag niet hoor.
Het is alleen niet nee, dat weet ik niet. Want bij je moet ons niet vertrouwen met die. Nee. Ja, wat? Afwassen. Het is nog niet eens kwart over. Ik weet niet hoe weg. Kijk dan. Kijk, het is 16 over. Het is geen kwart over. Het is kwart over! Het is 16 over, geen kwart over. Hoe ben jij? Mijn wekker loopt dan achter, want bij mij is het 13 over. Maar kan je na het afwassen nog? Ja, ik blijf gewoon in de server. Oké, ik heb dit een beetje leuk gemaakt, of niet? Ah nee, valt wel mee. Hé, Jelmer, ik heb je hulp nog. Nee, jawel. Ik ben doe weg. Dus mag het? Wat doe je nou? ik zag opeens een deurtje hier. Ja, oh. Ik ga even kijken. Hé, hey, mag ik mijn deur terug? Dat is mijn antwoord. Jelmer, op oh, sorry. Anders heb ik geen... Anders heb ik geen voet. Ik ga even een eilandje weghalen. Hoe bedoel je? Nee, we moesten kwart over gaan afwassen. Jij... Wat ga je weghalen? Nee, jammer. Doe nou niet. Niet helemaal. Maak het anders gewoon plat. Ja, dat ga ik ook doen. Wacht, ik ga helpen. Nee, want ik heb de zand nodig. Ja, jij krijgt de zand ook wel. Ik heb trouwens nog 3 stuks zand. Echt? Ja. Want ik moet die stone blok hebben. Gaat een koe voor de deur. Wat? En zo'n onzichtbare kerel. Met die is zo'n trader. Even snel. Met van die lava. Was nou snel af, anders mag je straks niet meer. Ja, kom maar aan. Ik ga bedoel ik zo. Dan ga ik zo weer verder. Ja. En dan gaan we lekker verder bouwen met onze villa. Ook gewoon alleen wij doen dit waarschijnlijk. Wij zijn echt een Minecraft spelers die van een fucking berg een villa maken. Het moet trouwens ook een hele grote villa worden, want heb je niet gezien hoe groot die berg wel niet is? Want van de grote kan je pas zien hoe fucking groot die is. Je hebt zoveel ruimte. Ja, ik heb gezien. Ik vind dat echt groot hoor. Ja, maar dat wordt een heel huis, hè. Deze hele berg wordt een huis. Een koe. Ja, dan moet je gewoon een hele grote kamer maken. Nee, we gaan... Uiteindelijk wordt de buitenkant van de berg ook... Wie heeft die koe vermoord? Ik er niet. Oh, er is een... Hoe heet zo'n beest? Enderman. Nou, ik ga heel even... Niet de Enderman doden. Afwassen. Ik ga even, hoe heet dat? Afwassen. Jammer, kom, we gaan dus Enderman doden. Ik ben eigenlijk bezig, maar oké. Nee, hoezo? De Enderman is weg. Ik ben al wat afwassen. Waar zijn Enderman dan? Dan ga ik niet meer, joh. Je bent al weg! Trader. Wie zegt dat mama straf? Kom, we gaan hem killen. Hij heeft geen goede spullen. Ik moet even wat eten, want anders ga ik dood zo. Auw! Ja, wat een deur, dame. Je spuugt... Nou, ik ben zo terug. We spugen op elkaar. Degene die wint, die neem ik over. Nou, kom op. Wat is het verschil? Oh, ik had echt nog maar één steen nodig. Er is nog meer. Laat maar. Er staat een onderwater. Oh, je voelt dat ik sneller ga? Hé, Jelmer. Ja. Heb jij dat gat gemaakt bij de voordeur? Wat zeg je? Er staat een gat onder aan de trap. Lama, kom naar binnen. Dat heb ik niet gedaan. Ik wil jouw huisje eigenlijk wel zien. Ik heb nog niet veel eraan gedaan. Ja, probeer het. Dat is wel gezellig. Ja, hout. Je hebt zelfs een bed. Ja, man. Eigenlijk moet al het grond tegen hout worden. Ja, dat doe ik zo meteen. Zot. Hij komt wel.
52 goud. Ja, wat denk jij nou, Lama, dat jij hier wegkomt? Dacht ik niet. Water schieten. Wacht even. Ik ben nog maar level 2, joh. Doe Lama. Waar kom jij? We gaan het huisje in, oké? Weet je wat, ik ga jou opsluiten, hè. Omdat jij zo stout bent geweest, ga ik jou opsluiten. Sluiten. Hier. En je komt er niet meer uit de kapper met de vuur. Wat doe ik dit pannetje open? En je hoeft je pannetje niet af te lopen. Ik moet even een schaartje maken. Ja, dan moet je dat even doen. Heb ik ook gedaan. Nu alleen nog schaatsjes binnen. Wat heb je gedaan met de vloer? Hout? Ja, ziet er mooi uit, hè? Oh, nice. Ik ga max vloer ook gewoon meteen doen, of die het nou wil of niet. Ja, ik wou net zeggen, moet je wel even vragen, maar... Ja, nee, ik kan hier echt niet tegen, hè. Dan is het hout en opeens fucking steen. Papa. Steen. Steen is oké. Steen is oké. Steen was? Steen in zijn vloer. Ik hoorde een pillage. Waarom hoor ik een pillage? Ik weet niet waar die schapen zitten, maar die zitten even lekker ergens te chillen volgens mij. Ik heb er net... Jawel, je moet een beetje in het bos kijken. Op het grondgebied. Yo, ik ben weer terug. Oh, nu wel. Ja, jongen, best snelle gozer, je moet niet weten. Hé, we hebben het gewoon. Het was weinig afwas. We hebben je huis genoot. Wat zeg je? Niks. Oh, je hebt dit helemaal gemaakt, dat is vet. Thanks. Ik wou eigenlijk je hele vloer doen, maar dan moet ik nog een beetje meer hout hebben. Maar ik weet niet hoe jij je deur hebt geplaatst, dus hier heb je je deur terug. Ja, ik heb hem wat beter geplaatst zo. Lamaatje, kom maar weer naar buiten. Oh ja, ik ga hier ook even vloer plaatsen. Nooit meer die voordeur slopen, oké? Okay? Ik heb mijn ding. Wat? Die een bordje. Oh, die heb ik zelf gesloten trouwens. Oh. dit valt niet op, hè, jammer. Kijk eens in de gang. Valt niet op, hè. Fucking lama. Stil maar. Ik heb gewoon in de puist gevonden. Wat? Oké, het is nacht. Ik ga niet naar buiten. Oh ja, trouwens, ik heb nog wat zand voor je. Heb ik eigenlijk niet echt nodig meer. Jawel, dit was eerst nog van het eiland. Jawel, je hebt dat wel nodig. Ja, Jelmer had niet... Zo gelijk. Wat Lama, ik ga hem echt killen hoor. Niet doen. Nee. Ja. Niet. Ga gewoon je huis in. De Lama wil naar binnen. Jongen, ik heb een koppie voor de deur. Laat hem gewoon. Die Lama hebben we nodig. Wie heeft er een gat? Het is onze mascotte. Gemaakt. Die net heeft gatten, waarom hoort er zo'n koe? Trouwens, als ik zo meteen dood ga, moet iemand echt mijn spullen even rennen. Hoezo dan? Gooi, je weet nu al dat je dood gaat. Ja, dat bedoel ik. Bomen te hakken. En ik heb iron stuff en zo en allemaal. Ik ga even op zoek naar een ding. Ik zie Jan gewoon even rustig voorbij rennen. Wie de fuck is dat? Echt een schaap, jongen. Ik heb ook schapen gevonden, dus dan moet jij ze over... Auw! Maar jij hebt een oog voor schapen. Ja, dat weet ik. Schapen schwaffelen. Ik ga even trouwens het huis in. Auw! Stomme planten. Ah! Er staat een zombie voor de deur!
Echt? Er stond een onderwater. Zeg Wolle. Er stond een... Wolle? Wollelo. Wollelo. De hand van Arwen. Ja. Superveel. Het antwoord is... Wolle weer. Ja, Wolle moeder. Ik lig trouwens in bed. Ik maak even straks voor iedereen metal armor. Hoezo staat die lama in de weg? Als ik genoeg heb. Oké, laat maar, ik heb lang na niet genoeg. Ik dacht ik is veel. Maar het bleek best wel weinig te zijn. Nee, is het gezellig? Is het niet gezellig? Ja, ik zit op mijn dak in de regen. Denk je dat het gezellig is? Ja. Ja, ik zit een schaap te zoeken. In de regen. Hé, hey, maar ik ga zo wel. Auw. Nee, dood! Wat? Haha! Fuck! Waar ging je dood? Echt te ver, maar ik pak mijn spullen wel weer. Ik wist niet dat ik één HP was. Ik ga je spullen maken. Hartje. Ik ga met je mee, want ik heb een diamond zwaard. Echt, hoe kom jij nu al aan diamonds? Ik maak een grapje. Ik heb een penis, maar... Oh, ik wou net zeggen, ik dacht al, Cheater! Ja, man. Ik spawn ze even in. Yeah. Auw! Besjes! Ik zeg maar, dan moet je dit nemen? Dat kan je... Dan was even, Leroy was even in creative mode. Even een diamond zwaar pakken. Ja, kan dat? Ja. hij gebruikte dit. Hij spande die dingen net zoals die mobnen nu in Among Us inspande. Ja. Ongeveer. En ik ben waarschijnlijk mijn spullen kwijt. Waar ben je dood gegaan? Au. Ah, wat? Ik ga door het dak in. Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Er zit een fucking skelet op me af te gaan. Er zat gewoon een gat in de dak. Ik ren voor mijn leven. Ik weet Word niet waar agressief. Ik ben. Agressief. Ik ben de weg kwijt. Kut, ik ben verdwaald. Auw. Ik heb mijn spullen weer. Ik heb heel weinig HP. Eigenlijk is dit wel beter, want nu heb ik geen honger meer. Ik heb honger. En ik ben bijna dood. Niet weer doodgaan. Wat ben jij? Niet weer doodgaan. Is je al nog een keer weg dood geweest dan? Wie? Ikke. Ja, jou, Leroy. Nee. Ikke wel. Ik zeg niet weer doodgaan. Tegen mezelf. Oh. Ik dacht dat je tegen mij had, omdat ik bijna dood ging. Tuurlijk. Ik ga dood. Ja, dat is echt zo. Ik ga dood hoor, je denkt. Wat doet dit hier? Hé, hey, je moet gaan. Yo, later, hè? Oh. Later. Yo. Tot de volgende keer. Wij gaan wel verder. Zonder jou. Au. Nu ben ik sad. Wat? Kijk, zeg maar, deze drie klokken. Oké, maar nu is zelf al wel de Mac de leider gemaakt. Dan moesten we nu al stoppen. Ja, daarom zei ik ook al tegen Mac. Nee, ik ga weer dood trouwens. Niet doodgaan. Ik heb geen voedsel, ik heb niks. Jammer, je hebt geen... Ik heb voedsel, kom naar huis toe dan. Oh ja. Maar je stinkschaap, jongen. Ja, ik ga zometeen wel met je mee zoeken met schapen morgenochtend. Oftewel in de game, niet letterlijk morgenochtend. Ik ga morgen trouwens weer verder op de server hoor, dus kan je ook gewoon mee doen de hele tijd. Ja. Nu moet ik wel weer zoeken. Ik ben in Max' huis. Oh mijn god, hij heeft een mooi houten vloertje. Oh. Ik neem terug wat ik zei, hij heeft geen... Au. Ik zie een vos. Ik ben zo wat dood gegaan door Max fucking vloer. Au, nou alweer. Mac jongen.
fix je vloer. Dus hij mist een groot stuk. Deze guy heeft een trident, hou je back. Oh, kill hem. Nee, want ik ben 1 HP. Nee, lama, nee. Kom. Hier, lama. Is de lama ontsnapt? Is de lama ontsnapt? Ik wou hem tegenhouden en toen werd ik geschoten. Waar is die? Waar is die? Hier. Hou ik hem alsnog tegenhouden. Ik ben naar buiten gegaan. Kom, aan tegen dan. Hoe is die naar buiten gekomen? Ik deed die deur open en hij zat voor die ding. Want ik was bijna dood, dus ik moest even naar binnen. Maar hoe de fuck is de deur open gegaan? Door mij! Maar hoe komt hij er doorheen? Hij kwam ook niet door de voordeur. Die dikwees. Hij kan er nu niet eens doorheen. Wat is dit voor bullshit? Misschien wil hij dat niet. Dus hij kan gewoon door open deuren. Ja. Au! In ieder geval als hij vrijheid ziet wel. Hé, kom eens hier. We gaan jou even naar een onveilige plek brengen. Max Huis. Max Huis is echt de dode van, jongen. Omdat ik zijn vloer heb weggehakt. Sowieso als Mac de eigenaar was van deze server, moesten we elke 10 minuten weer opnieuw beginnen. Niet opnieuw, maar kom mijn uurtje spelen. En ik heb twee schapen gevonden. Lekker bezig. Scheren, meenemen. Wacht. Waar zijn de schapen? Dan kan ik ze meenemen. En ik heb 4 wol. Waar zijn de schapen? Dan kan ik ze meenemen. Fuck, Max had 7. Nee, die zijn best wel ver van weg. Maakt niet uit, waar zijn ze? Dat is niet ver. Oh. Wie is Finch? Ik moet er één sowieso even killen. Wie is Finch Jenzo? Want ik heb nu Slays. Ik ga ze daarbij wel proberen, ja? Wie de fuck is dit? Lekker 3 vleesjes die al warm zijn. Beter gaan we in het begin een kipfarm doen. Hey, er is een random persoon, misschien een vriend van jou, gejoind of zo? Je hebt hem alleen op vrienden staan. Maar dit is geen vriend van mij. Wie is dat dan? Weet ik niet. Hoe heet die? Vince Jenzo. Hoe kick je mensen? Oh. Hoe kill je mensen? Nee, kick. Ik wil hem eruit gooien. Nee, hij gaat in ons huis. Ik heb hem gekickt. Oh, hij heeft met zijn hele huis opgeblazen. Ja, man. Die lama probeert mij te vermoorden, gast. Lama, nee. Trouw nooit de lama. Is hij dood? Kakbeest. Zit je nu om onder weer te brabbelen? Het moet een vriend van jou zijn, want ik heb geen vrienden die zo heten. Maar ik heb net gecheckt. Ah, oh, kan best. Wat een klerenleier ook gewoon. Hij spant in en gaat me meteen mappen, dus ik heb hem 3 keer gemapt met mijn zwaard. Kutte. Kreng. Hij had me ook gewoon tot half HP gebracht, hè, met gewoon zijn hand. Ik dacht van, hoe dan? Hij hit mij 4 keer en ik ben half HP? Wacht, ik moet dan zo. Ik heb trouwens Max. Kijk, ik heb wel gezellig huisje op zich. Mm-hmm. Mac heeft. Ja, maar ik vind Max huis wel mooi en ik weet niet waarom. Ik wil even kijken. Oh, dit is wat vind je van Mac huis? Best wel leuk en mooi. Ik wil
ook zo'n huis. Maar ik kan dat niet, want ik heb zo'n kakplek gekozen. Nee, ik vind mijn huis zeker niet mooi. Jawel, die van jou is ook heel mooi. Vooral dit stukje met dat glas, dat vind ik eigenlijk best wel grappig. En een bedje. We kunnen slapen. Zullen we Mac ook gewoon even een bedje zoeken? Wacht, ik ging toch die schapen ophalen. Wat ophalen? Oh nee, die heb ik gekild voor zijn vlees. Oh. Nee, wolf, nee, kill niet de schaap. Al wel. Nee! Wat een lul. Nee, wat doe je nou? Waarom zet je het in de bek? Zet gewoon even alles in de fik. Oeh, schaapje. Ik bedoel varken. Die varken, jongen. Niet killen! Nu is het vlees niet warm, gast. Maakt niet uit. Anders moest ik hem verbranden, dan is het vlees meteen warm. We gaan even deze wolf killen. Hij viel tot zijn dood. Zit hij weer grappig hoor. Ja, wat een dom beest. Hij springt zo naar beneden. Dood. Dat is gewoon grappig. Wat een dom beest. Hij gaat dood doen op al damage. Wat een kutbeest. Hé, nog een varken. Waar kom jij vandaan dan? Gaan we jou ook even lekker prikken? S'nachts zijn die beesten echt weg en dan overdag niet. Overdag gaan we de bomen in de fik zetten. Wat? Nee. Ik zie een schaap! Twee zelfs. Killen, niet killen. Maar één is nog een jonkie. Niet killen. Nee, ik heb hem niet gestild. Ik heb wel wat... Ik kan van Mac een bedje maken. Oké, dat is mooi. Wat zeg je allemaal? Dat ze me moeten volgen. Kutplant. Die bestplantjes die zijn net kopweb. Echt kut. Ik weet niet waar Max zijn bed wil. Wat zijn die verdomme beesten? What the fuck doet die baby? Die doet backflip op de fucking what the fuck? Oh, ik ga wel iets zelfs met Mac doen. Wacht, ik wil Mac's plek voor zijn bed kiezen. Kom naar binnen, dik schaap. Wow, dat is echt schande voor de schapen. Pas op, anders plaats ik ze in je huis. Ja, dat wil ik niet. Nou dan. Maar nou wordt dit heel kut. Nou ben ik mijn liesjes kwijt. Hey schaapje. Daar. Kom maar. Dit ziet er niet fake uit. Schaap. Babyschaap, kom. Kom hier. Van de voorkant zie je er niks van, joh. Let trouwens niet op het stukje hout daar. Daar zitten de schapen even, totdat wij een hok voor schapen hebben. Oké, nice. Heb je Max bed al geplaatst? Ja. Mag ik zien waar? Oké, niet op de beneden. Oh, daar. Ja, dat kan ook. Wow. Ja, ik wil niet te veel aan Max huis klooien, want straks vindt hij het helemaal niet mooi. En dan heb je dat weer. Ja, en dan heb je weer een Mac die zit al.
alsjeblieft. Ik geef mijn eigen huis uitbreiden. Ik heb volgens mij het kleinste huis van iedereen. Max is het grootste. Ik ga even een forum minen. En hopen dat ik niet zomaar Max huis in kon minen. Nu moet ik weer van die blokken hebben. Hé, hey, heeft iemand toortjes? Nee, ik heb geen toortjes. Ik heb ook geen toortjes. Mac? Heb jij een toortje? Die niet is. Maakt niet uit, hij heeft wel kistjes. Denk ik. Ik heb hem 7 toortjes gegeven. Of meer, eigenlijk. Heel wat meer. En hij heeft er nog steeds 7 over. Hoe dan? Ik heb geen eens toortjes meer en ik heb de kleinste van iedereen, denk ik. Ik weet het echt totaal niet. Ik moet nog één zo'n zandblok. Ik denk dat ik nog wel ergens in mijn kistje zandblok heb. Dat is net achter bij Mac ook heel veel. Ik heb nog één zo'n zandblok. Ik zit ook gewoon de hele tijd te zeggen, ja, Mac heeft wel. Alleen omdat hij hier niet is, dat ik van haha, vind ik niet leuk. Oh ja, dat kan ook. Hebben we nog een deur? Ik moet even snel een deur pakken voordat er iemand naar binnen komt. Nee, ik weet niet. Maar ik heb ietsjes te ver vooruit gemined. Ik dacht, ik kan best wel ver. Dan kon ik opeens niet meer. Je hebt ook gewoon niks in je kist. Nee, klopt. Je hebt gewoon helemaal niks. Heb je letterlijk je hele inventory vol zitten ofzo? Ik kan eigenlijk wel wat in. Mac heeft nog deurtjes, maar ik denk dat hij dat bewaard wordt dit. Dus laat ik het hier. En als hij dit niet zo vindt, dan haalt hij ze maar lekker zelf weg. Ik heb ook nog 2 deurtjes. Er zitten ook gewoon Mac's spullen te gebruiken. Ik niet. Ik zit gewoon Mac's spullen te gebruiken. Ik zit gewoon zachtjes te praten zonder reden. Maar, ik ga om 8 uur er ook vandoor, hè? Ja, ik ook hoor. En dan ga ik morgen lekker de hele dag werken met het huis. En ga jij morgen ook de hele dag met mij? Dat weet ik nog niet. Denk het wel. Ik hoop het wel, want ik wil echt niet dat we een server beginnen met z'n 3 en dat ik in mijn eentje overblijf. De schapen zitten los, ik herhaal, de schapen zitten los. Ik heb straks het grootste huis van iedereen omdat ik mijn camera echt zo hard aan het uitbreiden ben. Ik denk dat ik binnenkort Max zijn huis binnentreed. Ik weet het niet. Raak, ja. Huh? Ik denk dat je Max zijn huis straks raakt. Ik denk het zeker wel. Aangezien ik al me heb uitgebreid tot het houten blokje daar. Maar ik ga stoppen. Nu al? Ja. Later. Uitbreiden als Mac dit ooit ziet, hè? De lul. Nou heb ik niet meer het kleinste huis. Denk ik. Ik bedoel, ik weet nog steeds niet hoe groot het huis van Mac is in deze wereld. Ik loop er net 20 keer doorheen, maar waarschijnlijk heeft hij gewoon stiekem al fucking geheime deur of zo. Mac be like. Ik weet niks van Minecraft, maar ik ben dikke ingenieur, ik weet hoe ik huizen moet bouwen. Ik vind het wel leuk dat het eindelijk een server met meer dan alleen ik en jou, maar... En dat het niet echt alleen maar grappig is.
Wat is dit? Hoezo is Leroy's kamer zo groot? Waarom heeft hij meer ruimte dan mij? Ik heb morgen... Morgen komt iedereen waarschijnlijk online en dus ik merk echt van... Hé, mijn huis. Dan zit er een gat in. Ik denk dat ik binnenkom. Mijn huis raak. Ik ga denk ik tot en met hier en niet verder. Verdieping eraan bij maken. Ja. Ja, dat houden we gewoon zo. Twee deuren. Hoeveel mensen vissers maken. Weer gewoon een deurtje naar mij, Max huis toe en een deurtje naar mijn huis toe. Gezellig. Lekker gezellig. Krijg je vaak gezellig. Ik ga om 8 uur stoppen, jongen. Ja, ik ga ook om 8 uur stoppen. Stop nu. Is net nu al gestopt. Ik ga mijn bed boven plaatsen. Deze naar achter gooien. Varkensvlees. Dat moeten we houden. Die moet erin. Doe die er maar in. En die. En die. Ah. Ja. Wat vond ik? Daar omhoog.
toont dat ik ben heel mooi. Maar straks gaan wij pas echt, echt een mooie vlam maken. Hallo? Hallo. Ik denk echt dat dit te maken heeft met een FBI open-up raid. Of niet? Hallo? Hallo? Waar heb ik het over? Ja, FBI open-up raid. Morgen gaan we door 93 reden. Oh. Met Giovanni. Boela Bob. Boba. Dat krijgen we ook altijd. Hey, kom even een surfer joinen. How about now? Jawel, doe mee. Dan zijn we met 4 mannen survive aan het doen. Ja maar luister. Ik heb Minecraft 2 seconden geleden verwijderd. Maar waarom doe je dat nou? Om dingen te downloaden. Oh. Paladins. Ik heb het bij mijn vader nog wel. Oh. Dus vanaf vrijdag tot en met maandag kan ik non-stop gaan gamen, want maandag ben ik vrij. Oh, dat is mooi. Ben jij dan ook? Jazeker. Morgen gaan ik en Jomer en de andere waar we Mac, waar we die ook. Waarom klik je even zo zacht? Omdat weet ik niet. Ik kan je weer niet horen. Hallo. Hoi. Mac, wat kan jij en Jomer morgen? Verder met de huis. Koekjes bakken? Als je dat huis ziet, jongen, zo vet. Ja, maar ik wil dat ze die minigames brengen. Er staat al wel dat er 6 servers zijn, maar ze staan er nog niet eens tussen. Wat staat erbij? 6 servers. Maar het staat er niet tussen. Wat? Er staat alleen dat er 6 zijn, maar ze bestaan niet. Wat? Ja, ze staan... Het zegt wel dat er 6 zijn, maar ze zijn er niet eens. Dus het spel ligt gewoon. Ja, er staat wel coming soon. Mag dat volgens het contract? Nee. Oef. Ekker. Soon. Dat is gelijk blame voor hebben. Mm-hmm. Ik speel Fall Guys. Gijs. Gijs gaat vallen. Gijs, pas nou op. Straks ga je nog op Gijs. Wanneer komt je even de barver naar binnen? Volgens mij morgen. Woehoe! Niet zeker, omdat de putkranten bestellen de tering veel mensen, dus daar is de vertraging. Zullen we, als je even de barver binnen is, de hele Easter egg van de radioactive doen?
Dat doen? Ja. Ja. Wie is Rek? Hij is moeilijk om te stappen te doen. Vooral met die drankjes mixen. Maar... Ja. Ik heb hem wel gedaan al. Beker solo. Nice. En dat was echt gewoon bijna een jaar geleden. Weet je wat? Ik ga deze troep niet in mijn kist gooien. Mac, kom je eens hier mee, kist. McDonald's? Dit is ook bij Ronald en Mac. McDonald's. Nee. Ik hier zie. Nee. Burger King? Nee, gewoon in een berg. Bebo? Net zoals jij en de dragon overslagen. We hebben net een... Nee. Jan heeft net een bed. Het is gewoon zielig. En ik ben jaloers op Mac. Waarom? Hij heeft een mooi huis. Hij heeft legit een goed huis gebouwd van een berg. Kan je zo meteen wel... Zodra ik in die survivor kom, heb ik binnen een paar uur al in het dragongebied. Nee, maar dat gaan we niet doen. Waarom niet? Omdat we een fucking... We wonen in een berg. En... We zijn al begonnen en we gaan van die berg gewoon een dikke villa maken. En dan gaan we de ene erin verslaan. Ja, oké, maar dan niet in je eentje. Wel met ons. Braaf vind ik illegaal. Ja, dan is het legit. Dan is het niet meer illegaal. Wow. Ik heb hier een eend. Of in ieder geval niet zonder mij, want dit is een serie. Ook. Survival met de boys, hey. Met de boys. Mac ging weg, ik heb meteen zijn spullen gejat. Wow. Ik had toertjes nodig, ik be like, Mac heeft veel toertjes, ik heb ze gegeven. Ik had deuren nodig, ik be like, Mac heeft deuren. Mac heeft alles, behalve spul. Steen. Ook gewoon allemaal. Hij heeft gewoon flint en steel in zijn kist. Oh wacht, dat heb ik ook. Wacht, nee. Kut. Hij heeft ons allemaal flint en steel gegeven. Maar ik vertrouw jou maar niet. Homer is sowieso nooit te vertrouwen. Nee. Jammer is trouwens een screen van de voorkant van de berg. Ik was trouwens jaloers, want Mac had het grootste kamertje, want hij had 2 verdiepingen en het zag er nog donders mooi uit ook. Dus heb ik mijn hele kamer gewoon uitgebreid tot aan zijn grens. Totdat ik niet meer verder kon, omdat ik anders in zijn huis zat. Lol. Ja, Sonic zit hier. Oh mijn god, nee. Niet Sonic in Fall Guys. Iemand die had Fall Guys Season 2 van die reclame, die map, gemaakt in zijn eigen game. Dat heb ik ook. Huh? Nou, wat bedoel je? Hij had een game gemaakt, genaamd Bean Guys, dus gewoon Fall Guys, en hij had de map nagemaakt van de trailer van Season 2. Dus hij had het eerder dan Fall Guys zelf. Maar hij had Season 2 zelf. Ja, weet ik. En de game is ook al af en gemaakt en zo voor Season 2. Kom maar, Fall Guys. Heb ik niet meer, die moet ik weer opnieuw installeren. Waarom? Weet ik niet. Ik vond het niet meer leuk, ik kon niet winnen. Ik win makkelijk potjes. Ik heb het nu gewonnen. Hey, schat, probeer niet te neuken of zo. Kom. Naar de landstad. Nou, wat er? De Lensstad. Nee. Ja? Nee, ik wil niet naar Zolle. Wat heeft Jammer nou weer gemaakt? Kevin zit daar ook op school. Ik kom al helemaal niet meer. Fuck dat. Is Kevin eng? Ja.
Jammer, waar is je fucking ijzer? Geef hier. Jammer zit ook op de les. Nee. Ik zit bij Jammer in de klas. Nou hè. Milan zit ook op de les. Zit ook bij mij in de klas. George. Wie de fuck is dat? Ik heb geen idee. Gewoon George. Huh? Wie? George. George. Wat? Rapper George? Gert. Hallo, mijn naam is Gert. Gert. Boba. Boba. Dan had hij het echt gewoon een kind Boba. I know. Dat is een strippernaam. Waarschijnlijk vast wel. Ja. Sowieso. Dat komt zoeken hoeveel kinderen op de aarde heet er een Boba. Ja. Gewoon is dat in je beste vriend zeg je, hey Boba. Hey, wat ga je me uitschelden? Hey, wat ga je me kanker schelden? Wat? Boba. Boba. We hebben echt een Boba kind. Dat klopt, dat is mijn naam. Nee, maar dat bedoel ik niet. Boba. Boba. Ook gewoon dat woord. Oké, wacht. Oké, hoeveel mensen heten een her? Koning Boba III. Boba. Kut. Merk, ik heb je hout nodig. Oké, ik heb het niet kunnen vinden. Ik ga gewoon. Maar ik ben wel benieuwd geworden eigenlijk. Mijn eigen vloer. Hoeveel kinderen heten de Boba? 100.000 miljoen. 80. Oh. Dat is best wel veel. Nee, maar ik weet niet hoeveel. Oh. Ik wil het wel weten eigenlijk. Oh, ja. Dat snap ik. Niemand heeft ook hout in dit huis. Wat kutkinderen. Ik bedoel, wat? Niemand heeft hout in dit osso. Zo heet Jelmers huisje. Jelmers osso. Jelmers osso. Ik heb schapen in mijn huis, ik ga ze doden. Nee, toch niet. Ik ga slapen. Wacht, waar is mijn bed? Stoor. Ik ben mijn bed vergeten. Waar is die? Dat klinkt heel dom. Ik ben mijn bed vergeten. Ja, ik heb hem nog in mijn inventory. Ik moet hem nog neerzetten. En slaap. Kreng. Dank je. Kutbed. Ik heb gewoon iedereen's pickaxe gestolen. Ik heb er zelf geen een meer. En ik wil ze ook niet maken. Oké. Even kijken naar de voorkant van het huis. Oh, dit ziet er eigenlijk best wel sick uit. Nee. Nou, ik ben in de finale gekomen, ik ben niet gewonnen.